SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een verslag van de wedstrijd Urk Owenesnake. De hoofdklasse B gespeeld op zaterdag 5 februari 2022. Helaas hebben we van de eerste 20 minuten geen beeld voor u vanwege een technische storing. Maar vanaf minuutje 20-21 kunnen we die natuurlijk wel bieden. En daar beginnen we dan ook mee, deze aanval van Owenesnake. Aan de linkerkant is het Hesselsnoek die voor opruiming weet te zorgen. Maar ONS vangt de bal weer halverwege het middenveld op. En begint weer aan een nieuwe aanval. Nu over de linkerkant met een lange bal. En dan komt er een voorzet. Richting Gabriel Fernando. En die weet in de verre hoek Richard Strijker te verrassen met een schot. En zo komt Owenesnake op een 1-0 voorsprong na 27 minuten spelen. Urk had daarvoor al diverse hele goede mogelijkheden gehad. Hesselsnoek, Klaas Romkes, Rikkelt Nijntjes. Maar die kansen werden niet benut. Dus het Marine Snoek de plek innam van de geschorste Ide Nijntjes. En dan was er nog een debutant, tenminste in competitieverband, in de selectie van Gert-Jan Karsten. Dat was Iden den Dulk die samen met Dick Hakvoort het centrale duo achterin bij Urk vormde. Dat is een overtreding van Rikkelt-Jan Brands. Maakt op de helft van ONS. En dat levert de ploeg van Jan Flap een vrije trap op. Maar uit die aanval van ONS komt geen gevaar. Een snelle spelervatting van Richard Strijker. Richting Klaas Romkes. Keeper die er half onderdoor gaat. Maar meer dan een corner levert dat niet op voor Urk. Corner genomen door William de Boer. Kort op Rikkelt Nijntjes terug en dan opnieuw de voorzet. En er stond een redelijk beetje wind op Sportpark te vormt. Windje wat dwars over het veld heen. Blies. Scheidsrechter vanmiddag was de heer Wiersma. Hier een overtreding zag van Johannes Schrijver. Vrij trap voor Owenesnake. Bal verplaatst aan de rechterkant. Teruggelegd. Komt er een hoge voorzet, maar die gaat over het doel van Richard Strijker. Die mag dan een doeltrap nemen. Richting de linkerkant. Klaas Romkes. William de Boer. Kapt naar binnen. Gaat hij naar de grond. Claimt een strafschop. Scheidsrechter Wiersma ziet geen overtreding in deze verdedigende actie van ONS. En dan gelijk de counter. Dan is het Iden natuurlijk die rustig terug kan spelen op Richard Strijker. Dick Hakvoort, William de Boer. Lucas Nagel. Maar ook deze actie strandt in schoonheid en gelijk de counter van ONS eroverheen. Met hun spits Giovanni Arondo. En dan is het Dick Hakvoort die samen met Iden natuurlijk deze spits weet af te stoppen. Weer een Dulk. Rustig met de aanvalsopzet via Johannes Schrijver. Gaat de bal naar de linkerkant. Rikkelt-Jan Brands. Ziet even geen afspeelmogelijkheid omdat ONS terugzakte tot op de eigen helft. Dan is hier Klaas Romkes en dan een prachtig paasje op Hesselsnoek. Maar die mikt de bal net over het doel van doelman Tristan Boersma van ONS. Dan in de 41e minuut grijpt Gert-Jan Karsen al vrij vroeg in.
Klaas Romkes gaat eraf en Lucas Schaal komt binnen de lijn in. Gaat aan de rechterkant spelen van de aanval. En Hessel Snoek verhuist naar het centrum. Dat levert gelijk een beetje druk op het doel van ONS. Dus dezelfde Lucas Schaal. Terug op Rikkelt Nijntjes. Komt met een voorzet, maar die wordt weggewerkt door de verdediging van ONS Sneek. Opnieuw de opbouw van Urk via Ide den Dulk. Dik haak voor het Rikkelt Jan Brands. De bal naar Hessel Snoek. Gelijk diep op William de Boer, maar daar wordt er een overtreding gemaakt door Rick Koelewijn. En die krijgt daarvoor de gele kaart van scheidsrechter Wiersma. Mag Marinus Snoek zich belasten met de vrije trap. Dus vlak voor rust. De vrije trap van Marinus Snoek. Maar een goede redding van Tristan Boersma. Die in de korte hoek de bal tegenhoudt. De aanval is nog niet afgesloten, maar het is hier ONS Sneek dat voor opruiming zorgt. Dan kan ONS nog één keer in de aanval met zijn verkeerde paas achterin. Rikkelt Nijntjes nieuw richting William de Boer. Met een hard schot. Een redding van doelman Boersma. Rechterkant. Gaat er weer door en dan laat Rikkelt Jan Brands zich wel heel makkelijk voorbij lopen door de rechteraanvaller van ONS Sneek. Maar is het Richard Strijker die ervoor zorgt dat de rust aanbreekt met een 0-1 voorsprong voor ONS Sneek. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Gaan we verder met de tweede helft. Ruststand zoals gezegd 0-1 in het voordeel van ONS Sneek. En dit is gelijk Urk wat vanaf de aftrap in de aanval gaat. Hessel Snoek. Paas op Lucas Schraal. Legt de bal terug. En dan bij de tweede paal William de Boer. En dit is natuurlijk een droomstart van de tweede helft voor Urk. Na een kleine 15 seconden de gelijkmaker op het scorebord. En een beter begin uit de ploeg van Gert-Jan Kassen zich natuurlijk niet kunnen wensen. Goed, Urk probeert gelijk de beslissing te forceren. Hier is het een corner en een kopbal die toch wel een paar meter naast het doel van Boersma gaat. Iedereen natuurlijk met een diepe bal, maar die komt niet goed aan. Dan is het toch weer Urk wat onderschept. William. Opnieuw richting de rechterkant, richting Hessel Snoek. En een wat moeizame redding van keeper Boersma van ONS Sneek. En dan hebben we ondertussen al bijna weer een kwartier in de tweede helft gespeeld. Toch blijft Urk de druk erop houden. En hier is het William de Boer die probeert een medespeler te vinden. En dan dit paasje richting de spits van ONS. Maar die heeft zijn vizier niet helemaal goed staan. En gelukkig voor Urk gaat de bal een meter of 4-5 naast het doel van Richard Strijker. Dan is Klaas Kramer ondertussen in het veld gekomen samen met Pieter Brands voor Lucas Nagel en Dick Hakvoort. Die is hier een afgeslagen voorzet. Hessel Snoek die sneller bij de bal is dan doelman Boersma. Maar de verdediging van ONS weet opruiming te brengen ten koste van een hoekschop voor Urk. Johannes Schrijver die zich daarmee gaat belasten. Op de tweede paal. Maar daar fluit scheidsrechter Wiersma voor een overtreding van Rikkelt Nijntjes op de doelman van ONS. En de Snoek. Af en toe wat ongelukkig in zijn passing. Zo snel de onderschepping van Urk. En de crosspaas op William de Boer aan de linkerkant. Die gaat er binnen toe. Komt er een paasje en dan is het Hessel Snoek.
die het meest attent is van alle spelers in de 16. En in de carambol vliegt de bal achter doelman Boersma in het doel van ONS. En zo brengt Hessel Urk op een 2-1 voorsprong. Na ruim 72 minuten spelen. Pieter Brands. Riekelt Jan Brands. En die komt met een voorzet. Maar die wordt corner gekopt. Opnieuw Johannes Schrijver die zich met de corner zal belasten. Strakke voorzet. Weggekopt en is het ieder natuurlijk met een schitterende omhaal. Maar doelman Boersma is attent en weet die bal te redden. ONS moet natuurlijk wat meer risico gaan nemen. Brengt een paar aanvallende wissels binnen de lijnen. Kreeg hier ook weer een bijna kans voor de spits. Hier is het dan een overtreding van Ide den Dulk. En een natuurlijk gevaarlijke situatie voor het doel van Richard Strijker. Is het nummer 5 Gabriel Fernando die zich de vrije trap. Maar die gaat een metertje over en naast het doel van Richard Strijker. Hessel de Boer van het veld. 10 minuten voor tijd en wordt vervangen door Jelle de Boer. Hessel Snoek gaat natuurlijk van het veld. Hier weer een gevaarlijke aanval. En een vrije schietkans voor ONS Sneek. Maar is het Riekelt Jan Brands die op het laatste moment redding weet te brengen. Er gebeurde veel voor beide doelen. Dus William de Boer. De page op Lucas Schraal. En die rond beheers af. In de 88ste minuut. Twee minuutjes voor het eindsignaal van scheidsrechter Wiersma. Brengt hij de stand op 3-1. En het is wel de beslissing van de wedstrijd. Urk in veilige haven. ONS Sneek verslagen. Alhoewel er nog wel een paar minuten te spelen waren. William de Boer op Jelle de Boer. Die krijgt ook nog een levensgrote kans. Maar die weet hij niet te verzilveren. ONS gaf echter niet op. Bleef de aanval zoeken. Moest het natuurlijk ook wel met die aantal aanvallende wissels die ze gepleegd hadden. Krijgt hij nog een mega kans met een schitterende redding van Richard Strijker in de korte hoek. Hij houdt de stand op 3-1 in het voordeel van Urk. Dan lopen we zo tegen het eindsignaal. En dat is hier al van scheidsrechter Wiersma. Urk wint met 3-1 de hervatting van de competitie. En u kunt nog gaan luisteren naar de reactie van Gert-Jan Karsten. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Karsten, Gert-Jan, gefeliciteerd met een overwinning. Nee, de overwinning. En de overwinning. En dan kijk ik even naar de eerste 10 minuten van de eerste helft. Ja, die was redelijk tot goed met de nodige kansen. En dan komt zo'n tweede half uur in die eerste helft. En dan zakt Urk heel ver weg. Wat gebeurde er toen? Nou ja, je scoort 3 keer niet. En het lijkt wel alsof wij dan niet de rust kunnen bewaren. En dan gaan we heel snel de lange bal in de wind schieten. En dan gaat die bal allerlei rare capriolen uithalen. In plaats dat we van links naar rechts spelen, van rechts naar links. Dus meer in de breedte spelen. Waardoor een tegenstander die zich goed had ingesteld het net niet aan kan lopen. Nu konden ze elke keer net wel aanlopen. Ja, en dan zijn ze in de counter razendsnel. En dan hadden we gewoon geluk met 2 of 3 voorzetten. Die gingen nog mis. Nou, toen maakten ze een keurige goal. Moet zeggen, eind van de eerste helft hadden wij ook weer een opleving, vond ik. De laatste 10 minuten kregen we 2 goede combinaties door de as. Er moet eigenlijk ook een goaltje uitkomen met Hessel. Vrije trap van Marinus nog in de korte hoek. Pakt de keeper mooi. Ja, we kunnen er gewoon kort over zijn. Het was vandaag misschien onze minste wedstrijd thuis. Maar wel 3 punten. En we hebben hier hele goede wedstrijden gelijk gespeeld. Dan deugde niks. Ja, en nu win je dramatisch voetbal. En dan is het toch leuk op zaterdag. Zo is dat. Want je krijgt kansen. Maar voor hetzelfde geld. Dan sta je in de rust ook op achterstand. Hè, want zij kregen ook die goede kansen. En ja, ik zag je na de rust heel snel weer op het veld. Je was maar heel kort in de kleedkamer. Was dat een bewuste keus? Of ben je daar heel even tekeer gegaan en toen dacht van nou moeten ze het maar uitzoeken?
Nou, ik moet er vanaf zijn, maar volgens mij ga ik nooit echt een keer. En ik ga altijd heel kort de kleedkamer in. Dat staat niet op het scorebord. Je geeft een paar dingen aan. Je probeert een wissel, maar die moesten we nu noodgedwongen voor de rust al doen. Ja, dan heb je nog twee wisselmomenten. We hebben op een gegeven moment Klaas voor Dick gebracht. En met Pieter samen. Ja, dan moet je hopen dat het een beetje uitpakt. Maar het kantelpunt is natuurlijk dat wij de enige goede antwoord geven in 10 seconden naar de rust. 1 goede aanval en gelijk 1-1. Dus waar je voor de rust 3 keer alleen voor de keeper komt, niet scoort en waardoor je ziet dat het steeds slechter wordt, zelfvertrouwen eruit loopt, zie je dan, omdat je scoort, dat het nog steeds geen goede wedstrijd is. Maar je zag na de 1-1 wel zoiets van, nou, dat, vroeg of laat gaat dat wel vallen. En dan, als ik dan even kijk naar jouw debutant vandaag, Ieder den Dulk. Ja, ik vond dat hij heel goed speelde. Hij had ook wel wat minder, maar gewoon als debutant deed hij het heel goed. Wat was jouw oordeel? Nou, wat deed hij niet goed dan? Ja, ik af en toe wat passes die wat overmoedig waren, vond ik. Maar dat was, en dan balverlies. Maar dat was ook het enige eigenlijk. Dus in zijn totaliteit speelde hij een hele goede wedstrijd. Nou ja, de eerste twee bloktackles, daar redt hij ons al direct 2 keer binnen 5 minuten met loopzuivere slijdings in de eigen 16. Hij speelt inderdaad vaak in balbezit overmoedig. Daar zijn we ook met hem bezig, dat zeg ik ook. Concentratie is zijn grootste punt. Hij schiet er bijna nog een omhaal in. Doet hij ook elke week op de training als hij de kans krijgt. Maar onderaan de streep heb ik altijd geroepen dat Eemdijk, Genemuiden de brede zijn omdat ze spelers halen. Ja, wij worden steeds breder door eigen jeugd. Dat is een mooie conclusie op een slechte wedstrijd. Inderdaad, laten we het daar dan bij houden. In ieder geval een overwinning die gevierd mag worden. Want je staat nu wel bovenaan. Hè? Eindelijk bovenaan, zou ik, nou niet eindelijk, maar je staat weer bovenaan. En ja, dat is een plaats die ik in ieder geval al eens een keer voorspeld heb. En jij nog niet altijd. We zijn bijna veilig. Goed, een hele mooie slotconclusie na deze 3-1 overwinning op ONS Sneek. En in ieder geval succes volgende week eerst in een oefenwedstrijd tegen Staphorst. En dan Volendam en Genemuiden, wedstrijden van de waarheid. Zo is het, mooie partijtjes. Dankjewel.